Ja, dan rij je rustig door Wierden en dan vind je hier mooi aan de plas, zittend aan de waterkant, een meneer uit Almelo, Wiege. Ja, dat klopt. Smit, hele bijzondere voornaam. Waarom zit jij hier? Waarom met zit deze ik hier? Totaal professionele uitrusting. Ja, het lijkt wel professioneel, dat is het ook wel een beetje. Nou, ik zit hier heerlijk op mijn gemak te wachten op een dikke karper. En ik weet niet of die vandaag komt. Maar ik heb er al een aantal gevangen in het verleden hier. Dus het water is goed. Ja, u komt uit Almelo, maar dit is the place to be. Ja, voor mij wel. We verklappen ook niet waar we precies zitten. Nee, de mensen die karper vissen, die weten wel waar ik zit. Dat maar denk echt ik wel. Huge hier, hè? Ja. Hoe groot? Ja, hoe groot zal het zijn? Een paar hectare? Nee, de karpers. Oh, de karpers. Ja. Nou, de grootste tot nu toe is 1 meter 3. Oh, echt waar? Ja. Hoeveel kilo? Ruim 20 kilo. Oh. Ja, dus daar hoef je niet voor naar Frankrijk. In Nederland zitten ook grote karpers. Maar je zit hier al voor de vierde dag? Ja, zonder aanbeet. Echt? Ja, 4 dagen zonder aanbeet. Ja, dat gebeurt. Maar er zijn ook dagen bij dat je er wel eens 2 of 3 hebt. Maar dan heb je hem. Dat is echt leuk, hè? Foto. Ja, op de foto. En dan? Dan gaat hij weer terug. Flats je hem weer terug. En dan zit je 4 dagen op te wachten. Ja, ik hoop dan dat ik er dan nog een vang op dezelfde dag. Maar soms dan duurt het gewoon een week. Maar ik snapte echt een week. Ik snapte echt niet van waarom je hier dan gaat zitten. Vertel me wat er straks... Stel dat nu daar begint te bewegen. Ja. Wat gaat er dan door jou heen, Wiege? Nou ja, dan heb je dus de voldoening. Tenminste, dat is de bedoeling dan, hè. Om die vis die waarschijnlijk aan de haak zit, ja, die zit wel zeker aan die haak, om die eruit te krijgen. En het liefst eentje die je nog nooit gezien hebt en die nog zwaarder is. En wat voor een gevoel geeft dat dan? Ja, hoe moet je dat nou beschrijven? Kijk, hoe langer het duurt, hoe mooier het wordt. Dat klinkt vreemd, maar zo is het wel. Als ik nou elke keer zou gaan en ik zou een vis vangen, dan is de lol er gauw af. Dus de spanning van wel vangen, niet vangen, dat is eigenlijk waar het om gaat. En dan liefst ook nog een grote vis. Je begrijpt er helemaal niks van, hè? Nee. Maar je zit hier dan alleen. Je hebt wel een telefoon, maar die kun je ook niet zoveel gebruiken. Want dan is je hebt muziekje erbij. En koffie. Verrekijker, een fluitketeltje erbij. En een verrekijker. Ja, ook. God, eigenlijk heb je het heel luxe. Nee, maar dan zit je hier, want er zit hier verder niemand. En dan zit je hier. Ja, ik zou ook achter thuis kunnen gaan zitten. Dan zit ik tegen een muur aan te kijken, bij wijze van spreken. Ik zie hier van alles. Ik zie ijsvogels, de ganzen die komen ook eten. Nu niet, maar ze zijn er normaal staan. Overdenk je dan ook? Ja, ook wel. Waar meditatie heet dat, geloof ik. Waar heb je aan gedacht de afgelopen dagen? Aan die karper die er nog niet aan zit. Ja, waar zit je aan te denken? Ah, van alles. Maar ik heb niet altijd mensen nodig om een gesprek te voeren of zo. Ik kan gewoon een hele dag stil zijn. Buiten dat, je hebt gewoon de tijd, de mogelijkheid om hier gewoon lekker van het leven te genieten. Hoe oud ben je? Ik ben nu 60. Ik word 61. En ik ben met vroeg pensioen. Dus het maakt mij niet uit of het een dag langer duurt dat ik bijt. Maar nou heb ik 2 dagen in de week mag ik Expeditie Oost doen. Stel dat ik volgende week weer langs reis. Dan zit ik hier. Echt? Ja. Oh, ik ga je gewoon meeten de hele tijd. Ja, doe je dat? Ja, dat ga ik doen. Oh, dat vind ik leuk. Neem ik een lekker broodje mee of zo. Jullie. Want altijd maar zo'n noedels uit een pakje, dan wordt hem ook niet. Nee, dat is ook waar. Waarschijnlijk sta ik dan met een tent. Want dan slaap je hier ook. Dat zou nog kunnen. Maar heb me ook eens een keer als je dan wat hebt. En dan kun je hem ook ergens in bewaren. Ja, want je hebt een netje. Ja, ik heb een bewaarzak. Dan kom ik een keer als je wat hebt. Dat is goed. Zullen we dat doen? Ja, dat spreken dat we af. Dat spreken we af. Ja, is goed. Doen we. Want de kans dat het echt nu, vandaag, gebeurt... Nee, die kans is heel klein. Het is al te warm eigenlijk ook, hè? Ja? Ja. Dus ja, ik stond ook eigenlijk op het punt om in te gaan pakken. Oké. Eerlijk gezegd. En hoe laat zit je hier dan 's ochtends weer? Het was donker. Wat een leven, dus Wiege. Ik doe alles met de zaklantaarn 's morgens. En als het regent, zit je hier dan ook? Dan heb ik de tent opgezet. Oh, want ik kan het me nu wel een beetje voorstellen. Maar ja, met regen niet. Mensen gaan toch ook kamperen in een tent? Dat vinden ze fantastisch. Dat snap ik ook niet. Oh, dat snap je ook niet. Dat snap ik ook niet. Ja, dan houdt het op. Maar we houden contact. Dat is goed. Helemaal goed.